Niet alleen de kappers, maar ook ik sprong een gat in de lucht toen ik hoorde dat iedereen weer aan de slag mocht. Zo gold het ook voor Maggie Saris, die een kleine salon aan huis heeft. Ja, het was natuurlijk erg schrikken. Hè? Je verwacht het wel, er waren al kapsalons en andere schoonheidssalons die gesloten waren al uit voorzorg voor zichzelf. Ja. Dat had ik niet. Ik had zelf voorzorgmaatregelen genomen. En de klanten aangesproken en gevraagd van, zijn jullie niet ziek of hebben jullie geen klachten? Ja, als wij beide gewoon gezond zijn, kun je gewoon komen. Ik ja. werk hier 1-op-1 met de klant, dus ja, daar konden we samen maatregelen in treffen. Ja, en toen moest het. Dus dat was wel even schrikken. Had ik niet verwacht. En toen hoorde je ook meteen voor hoe lang. En toen dacht jij van, ja, maar hoop, wacht even, dan heb ik geen inkomsten. Ja, ja, het is allemaal heel onzeker. Hè? Je hebt toch een gezin. Ik heb 3 kleine kindjes. Je wilt toch dat alles gewoon goed en goed gaat in het gezin. Er werd wel toegezegd dat er vanuit de gemeente dat er iets geregeld zou worden, maar het was nog allemaal heel onzeker en heel onduidelijk. Ja, dus het was wel even allemaal afwachten en uitpluizen. Er zijn wel onzekere weken geweest. Ja, want je had recht eventueel op een aanvulling van je sociale minimum. Maar goed, die was niet zoveel, want je had al 3 weken in, zat je al in die maand, dus je zat er al boven. Ja, in de maand maart had ik al 3 weken gewerkt. Dus ja, die laatste week dat ik gesloten moest zijn, dat was zoals je kwijt. Ja. En de 4000 euro, dat ging volgens mij ook niet door. Nee, in eerste instantie was de 4000 euro alleen voor de grote saloneigenaren met personeel. Ja. Dus daar greep ik sowieso mis. Daarna werd die regel verbreed. Ja. Mocht jij als eigen salon zelfstandige ook aanspraak maken op die regeling. Alleen, ja, daar kon ik ook geen aanspraak op maken, want je moest ook 4000 euro onkosten hebben, maken. Ja, dus, en die heb ik niet. Dus als je er 2000 had, dan had je mooi pech gehad. En dan moest je maar kijken hoe je het moest rooien. Ja. Dus, en je had verlies en je had inderdaad geen inkomsten op dat moment. Ja. Ja, en red je dat dan? Heb je dan een buffer als een kleine salon? Nou ja, gelukkig heb ik zelf een fijne spaarpot en mijn man werkt nog. Ja. Dus dat is gelukkig wel heel goed geregeld. Maar ja, het is natuurlijk nooit fijn. Alles gaat door aan de rekeningen en de bestellingen. Ja. Want als ik dadelijk weer mag werken, moet ik ook voorraad hebben. Dus, en de hypotheek en de andere lasten, gas, water, licht, alles gaat gewoon door. Ja. He, je hebt toch een bepaald ritme in jouw maand. Ja, dat is nou helemaal anders. Nou ja, goed, gefeliciteerd. Aanstaande maandag, afgelopen maandag, heb je weer aan de slag gekund. Ja. Ja, geweldig. De klanten zijn hartstikke blij en ik zelf ben weer helemaal in mijn nopjesteek mag werken. Dus mijn geluk kan niet groter zijn. Dit is waar ik het voor doe. Hè. De passie en de klant zo hartstikke blij zien. Mooi, met mooi haar naar huis gaan. Ja, ja, dat is mijn ding. Ja, dat klopt. We mogen weer open. Hè? Ja, ik zal even voor u kijken, want ik zit vrij vol nou al op het moment. En hoe ga je dat dan doen? Met handschoenen, mondkapjes, afzuiging, weet ik veel. Ja, ik ga wel weer opnieuw aan de klant vragen. Hè? Als iemand fit is, of nee. Ja. Desinfecteren van de handen. Vraag de klant zoveel mogelijk overal af te blijven. Misschien plastic bekertjes of iets waar ze uit kunnen drinken. En de behandeling zo kort mogelijk houden. Heb ik opgeschreven voor u. Tot dan. Dag. Helaas pakken de nieuwe regels niet voor iedereen heel positief uit. Want Arno Oberendorf heeft vanwege alle strenge regels besloten om zijn kapsalon, die al 70 jaar bestaat, te sluiten. Alle regels waar hij aan moet voldoen en zijn eigen risicovolle leeftijd. In totaal maakt het niet meer leuk om die laatste jaren het knippen nog echt als hobby te zien. Arno en Tineke, zijn vrouw, bedanken iedereen en zullen hun klanten gaan missen.